Hey, helemaal. We hebben vandaag een video over twee tijdelijke toetjes. Het leek ons wel leuk een keer een toetje te testen voor jullie. En jij gaat voor de Mona. Nou, ik weet niet. Die lijkt me lekkerder. Oh. Maar oké, we hebben dus Mona Boomgaard pudding. En dat is met appel en peer. En we hebben luchtig feesttoetje speculaas smaak. Wow. Dat is natuurlijk helemaal lekker in de stijl van Sinterklaas. Dus deze lijkt me inderdaad ook heel erg lekker. En ja. Deze lijkt me gewoon lekker fris. Dus, welke eerst? Ja, de frisse. Frisse? Ja. Pudding. Oké, pudding. Dit is hem. Boomgaardpudding. Hij ruikt lekker zoet. Dat is ook best wel lekker. Ruikt heel erg naar peer. Ja, toch? Het is echt heel luchtig. Heel. Ja, peer, toch? Appel. Ja, ook appel. Toch? Ja, maar die peer overheerst wel, ja. Wat denk je dat ze zo kunnen eten? Het is wel gewoon lekker. Toch? Het is niet bijzonder of zo. Nee, het is heel fris. Ja. Maar, ja. Je gaat wel makkelijk eten hiervan. Ja. Omdat het zo fris is. Ja, maar ik hou er niet zo van. Nee? Ik hou niet zo van die fruittoetjes. Toetjes moeten gewoon lekker fout en zoet. En het is wel zoet, maar anders. Ja, ik weet niet. Zwaarder. Lekker fout, man. Slaat het allemaal op wat je zegt. Ja, volgende. We doen wel. Hij is gewoon lekker. Ja, okay. Als je ervan houdt, is het. Als je van peren en appel houdt, dan is het lekker. Ja. Dus. Nu gaan we de speculaas luchtige feesttoet. De feesttoet. Eten. Hij ruikt een beetje naar hopjesvla. Het is niet zo donker als hopjesvla. Het is dus een beetje lichtbruin. Ja. Oh, het is dezelfde lepel natuurlijk. Toch? Hopjesvla toch? Ja. Oké. Okay. Oh, het is echt heel erg luchtig, dun. Ja, ik weet eigenlijk niet wat. En er blijft altijd een klodder aan hangen. Dat is speculaas. Ja. Toch? Goed, wel het hele speculaas. Ja. Dat is wel lekker. Ja, het is wel heel lekker. Ik vind het alleen niet zo lekker dat het zo luchtig is. Ik heb liever dan gewoon een vla. Nee, vind ik juist zo lekker. Ja? Ja, vond u. Het een beetje gesmolten ijs zo luchtig. Ik vond die luchtige, luchtig toetje vond ik ook altijd zo lekker. Dit is luchtig toetje. Ja? Weet ik veel. Dat heb je toch al? Luchtig feesttoetje. Het is een feest. Okay. Ja, het is wel echt speculaas, toch? Ja. Ja, ik heb liever gewoon een vla. Lekker. Ja, vind dit lekker. Ja, het is lekker. Het is niet. Het is wel speculaars. Speculaars. Speculaarsje. Speculaars. Wat in. Ja. Maar niet te overheersend of zo. Ja, ik vind juist wel lekker dat het zo luchtig is. Want is het niet te. Te wat? Maak je nou belachelijk? Ja. Wat is het niet te? Te zwaar. Zwaar. Beetje, wat is er mis met te zwaar? Een heel vervelende wending leidt. Heel vervelend gewoon. Ja, nee. Nee, ik hoef niet meer. Nee, het is gewoon heel erg lekker. Dus luchtig of niet luchtig, het is in beide gevallen lekker. Want het smaakt gewoon naar speculaas. En speculaas is lekker. Dus neem hem een keer, want het is dus lekker. Tijdelijke topper staat hierop. Topper. En dus hij zal wel na Sinterklaas uit de winkels weer zijn. Ja. Dus proef hem voordat hij weg is. Yeah. Dat was onze toetjesvideo. We gaan ze nu verder opeten. Althans, ik de luchtige speculaas en jij de peer. Boomgaardpudding. Niet waar, andersom. Ik hield niet eens van die boeren. Ik laat geen... Wat? Ja, je liet een boer. Niet waar. Ja, we spoelen zo terug. Laat een boer horen. En daarbij, ik hield niet eens van die boomgaard. Dat zei ik net. Ik hou niet van peer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Dag.